Ja, goedenavond. Helen Westrik. Hallo. Filmspecialist. Francine van der Put, dansspecialist. Ah, daar hebben we ook nog Tines. Ook dansspecialist, goed. We zijn naar de opening van Cinedans geweest en wat vonden we ervan? Zijn we eerlijk of zijn we beleefd? We zijn een beetje van allebei. Oké. Okay. We hebben een paar hele mooie dingen gezien. Dat was de Hintons Films Snow. Prachtige verzameling. Found footage. Dus filmpjes van uit de jaren 50, denk ik, en 60. En eerder dan dat, denk ik? Jaren 30. Denk ik. Dansen de mensen op het ijs, glijden de mensen over een bevroren brug. Allemaal, het ging om de edit, hè? Dat was De choreografie zit in de montage. Ja. De beweging zit in de film. Goh, dat was de ontdekking van vanavond. Ja. Er waren een heleboel andere dansfilms waarvan wij eigenlijk vonden dat er... Wat gebeurde eigenlijk? Er werden dus dingen gespiegeld. Er werden dingen achterstevoren. Forwards, freeze frames. Achterstevoren. Dat soort dingen. Maar heel erg veel gespeeld met knopjes en techniek, maar weinig dans of weinig film. En heel weinig interactie tussen die twee media. Ja, en het was eigenlijk vooral lichamen in trucjes. Ja. Een soort circus van de film. Circusfilm. Hoi. Met lichamen. Ja. Ja. Nee, daar waren wij niet zo van onder de indruk. En dan was er ook nog Ria Marx. Die, daar gaan we het niet over hebben, want we zijn beleefd. Daar gaan we niet over. Oké, dat was het.